Hoe geheim was dat bezoek? Dat was zeer geheim. Er zijn heel weinig mensen die daarvan op de hoogte zijn geweest. Natuurlijk de burgemeester, de koningin en de premier. Maar dat was het zo'n beetje. Overrompeld, eigenlijk. Wat ik wilde zeggen, dat kwam te laat. Precies zoals op de tv. Ik heb gisteravond die uitzending gezien en ik ben helemaal omgeturnd eigenlijk door de manier waarop ze functioneert. En ja, ik vind het een hele mooie, moderne vrouw. Ja, en vroeger was ik niet zo koningsgezind. Het was een volstrekt hoogtepunt, ook van mijn hele ambtsperiode. De stad lag aan haar voeten. Ze heeft als het ware Amsterdam willen terugveroveren. In 1966 is het er min of meer op bevel van de regering heen gegaan om daar te trouwen. Nou, dat heeft dus de rookbol opgeleverd. In 1980 bij de inhuldiging was het grondwettelijk voorgeschreven dat ze dat in Amsterdam zou doen. Maar beide keren heeft Amsterdam zich niet altijd van een volledig sympathieke manier, althans in haar zin, sympathiek laten zien. Ze heeft Amsterdam wel willen veroveren. Ze heeft het volgens in 1988 gedaan, niet zozeer op bevel van de regering, in tegendeel, zo'n min of meer ondanks de regering. En ze heeft Amsterdam veroverd. De kus in de Vrijmarkt is natuurlijk het symbool van een soort verzoening van een periode en ook de afsluiting van een periode waar zoveel andere dingen gebeurd zijn. En nu was zij in haar hoofdstad ook inderdaad zo populair als maar zijn kon. En des te opvallender is het dat ze nu, 10 jaar later, haar persoonlijke benadering van Amsterdam weer heeft ingeruild voor een zeer afstandelijke, een zeer majesteitelijke. En ik denk dat dat heel typerend is voor haar eigenzinnigheid. History cannot be undone. It deeply saddens us that so many died in that struggle. Most of our Dutch Jews were carried off to concentration camps. Wir dürfen Frieden und Freiheit, Sicherheit und Wohlstand nicht ausschließlich für West-Europa bewahren wollen. Koningin Beatrix. Ze is de laatste jaren meer en meer naar buiten getreden als een vorstin met een mening. Het zijn vaak persoonlijke opvattingen die ze aanroert en in haar toespraken gaat ze de confrontatie niet uit de weg. Van de politiek heeft Beatrix de vrijheid gekregen om haar eigen mening te uiten. Ze maakt er ruimschoots gebruik van. Zo vermaant Beatrix, zoals Van Acht dat noemt, niet alleen de minister-president. Met enige regelmaat richt ze zich ook direct tot de bevolking. In ons land is door het wegvallen van vertrouwde, overzichtelijke structuren het gemeenschapsgevoel ten dele verloren gegaan. Zelfzucht ondergraaft de natuurlijke verbondenheid in wonen, werken en leven. Vereenzaming, criminaliteit en het buitensluiten van mensen zijn mede het gevolg van een gebrek aan belangstelling voor elkaar. Tegenover de verbondenheid van de periode van wederopbouw staat nu de dreiging van een maatschappij die in ontbinding raakt. U had in de tijd de indruk dat ze geknipt was voor het vak. Ja. Ze doet het nu alweer een jaar of 18. Ja. En? Ik heb gelijk gekregen.